Dat is toch maandag, dinsdag, woensdag, hè? En donderdag. En donderdag. Ik ben een beetje. Mevrouw, hebben jullie dit ook in dat rood? Als het niet bij ligt, denk ik niet dat we dat hebben. En ook niet in de voorraad of zo? Het zou wel niet zijn. Ja, dank u. In de 38, alsjeblieft. Ja. Hey, zeg, ik ben klaar. Kun jij mij komen halen? Hoe niet? Ja, maar het is kwijt nu koud. Nee, kom maar hier. 10 minuten? Ja, probeer het een beetje sneller, oké? Oké, tot zo, dada. Meneer Bergmans, u heeft het syndroom van Klinefelter. Concreet betekent dat dat u nauwelijks of geen zaadcellen produceert en dat u dus op een natuurlijke wijze geen kinderen kunt krijgen. In vitro fertilisatie is bij dit probleem geen optie. Misschien kan u later adoptie overwegen, maar ik raad u aan om dan opnieuw met mij contact te nemen om daarover meer informatie op te doen. Anders dan Sophie vragen dat ze morgen komt met de kindjes. Zwaar gegroeid, hè, sinds de vorige keer. Ja, dat kan. Mij valt het eigenlijk niet meer op, maar... Het was wel weer een week deze week, amai. 3 keer opgestaan, pampers verversen, verkouden zijn, zo. Beetje frustrerend, eigenlijk.
zo dus naar het nummer 3233 te beginnen met het woordje flits. Vind je dat nu echt zo moeilijk om die dop er goed op te draaien? Sorry. Ik zal het wel opkruisen. Ik zal zien of we wel op de poppen. Komt er dan uit de deur? Andreas, kijk eens. Wat heb ik hier? De pannenkoek. Hé? De pannenkoek. En we gaan hem laten vliegen, hè, de pannenkoek. Hé, kijk, hè. Kijk hoe. Kijk, hè, Andreas. Hup. Oh. En hup. Hup. En nog. Kijk eens, nog eens. Hela. En hup. Heb je het gezien? Hier. Oeh. Dag, Andreas. Hallo. Salut. Hoi.